daardoor hebben we meer een werkruimte van gemaakt. Ja, ja, snap je? Want ik heb ook imkers in leer, like die jongen die al in meer die juist hier was, dus die dus ook de bijenteelt wil bedrijven. Ja, ja. Dus, dat is de bedoeling zo'n beetje. Allee, naar ons weten was dat niet... Allee, ik wist niet dat er zoveel mensen waren in de omgeving die dat deden. Wij hebben een vereniging, een heel sterke vereniging in de Burg, ook, met ongeveer wel, ik denk toch wel gewoon 1000 mensen die ermee bezig zijn. De meesten die daar nu aan beginnen, er zijn te veel die mee beginnen, maar ook heel veel die toch gaan stoppen. Omdat ze het niet zien zitten, omdat er toch heel wat werk komt bij kijken. Mm-hmm. Maar bij een bij bestaat er zowel, zeg maar, je hebt de praktische kant, het telen van honing, maar bestaat er ook een soort van emotionele bonding met uw bij? Ja, ik zie die insecten heel graag natuurlijk, ja. De honingbij als dusdanig. Maar het is een zeer mooie hobby als je het te goed doet, mm-hmm. maar het is een hobby ook wat geld kost ook. Ja. Dus bijenkast, je kunt het, in principe kun je een bij houden in een schoendoos. Dus die gaan er ook bouwen in bouwen, maar het is beter dat die in dus op termijn moet je eigenlijk wel zeg maar iets commercieel eraan koppelen om het te kunnen onderhouden. Het viel ons op dat er best wel mensen, alleen waar wij mee gepraat hadden, die dan bijhielden, dat die spraken over het bevorderen van de biodiversiteit. Biodiversiteit sowieso. Hè. Ik merk dat ook aan de jonge generatie. Van planten kennen die eigenlijk bitter weg. Ik merk dus wel dat zij dus eigenlijk zo'n beetje mee... Ze letten ze morgens mee op. Ze kijken naar het weerbericht, wat ze vroeger dus niet deden. Mm-hmm. Ze volgen dat een beetje, hè? Wat gaat het morgen zijn, hè? Gaan de bijen kunnen vliegen, gaan de bijen niet kunnen vliegen, dus ze hebben daar meer interesse voor. Hè? Vroeger kenden ze zelfs het verschil niet tussen een krokus en een sneeuwklokje, omdat dat interessante planten zijn voor de bijen, die zijn dus ook massaal gaan planten natuurlijk. Hè? Ik ben 15 jaar zelf voorzitter geweest van de commissie bijenweide, dus we hebben enorm veel projecten gedaan gehad om dus de bloemenweiden te verbeteren, hè, hier in Limburg, hè. Met steun van de provincie ook. Als ik hier aan de bijen aan het werken ben, een zondagmiddag, we hebben dus speciale dagen ingericht, dus bijvoorbeeld de zomerse zondagen. Dus dan mogen de mensen hier komen en dan ben ik hier bezig aan het werken. Die deur staat open, kunnen binnen. Hè. Meestal blijven ze wel achter het glas. Mm-hmm. Maar we hebben dus hier luidsprekertjes hangen. Ik heb een microfoontje. Terwijl ik aan de bijen aan het werken ben, vertel ik wat ik zie, wat ik doe. Hè. En dat boeit die mensen enorm. Hè. Ja, want dan is er geen plaats hier, dan staat het hier vol. Hè. Mm-hmm. Maar nu met de corona is het natuurlijk niet. Het is al. Ik woonde in Genk en ik had 10 jaar lesgegeven in het onderwijs. En ik zag dat er binnen onderwijs toch wel een aantal studenten waren. Ik gaf les in het vijfde en zesde middelbaar. Dat er jongeren waren die moeilijkheden hadden in school. Wanneer je daar buitenschools dingen mee ging doen, dat je toch vaak competenties zag die je in de klas niet zag. Ik had zelf wel een passie voor honden, was vrijwilliger bij het asiel van Genk. En dan hebben wij gewoon gezegd van kijk, we gaan een asiel oprichten. Dat was initieel in Kortenaken. We gaan een pand kopen en we gaan een asiel oprichten. En we gaan dat gewoon van A tot Z runnen met jongeren. Dus hoe krijgen wij die jongeren? Dus wij opereren echt in het veld van schooluitval. En in het veld schooluitval heb je dus een aantal gesubsidieerde partners en wij. En eigenlijk zijn dat organisaties die ons deze jongeren toeleiden. Meestal is dat bij ons
CLB of jongerenpsychiatrie. Dus we werken altijd in een driehoek. Je hebt dus de aanmelder die het noodzakelijk vindt dat die jongere een schoolvervangend initiatief doet. Dan heb je de ouders en de jongeren zelf en dan hebben wij Beestigwijs waar wij werken. Dat zijn jongeren die 6 weken komen en dat zijn jongeren die een heel schooljaar lang 1 dag per week komen, omdat men in het school al weet van kijk, deze jongeren kunnen omwille van hun problematiek geen 5 dagen naar school, wat dan ontploft de bom. Wij nemen jongeren mee in dat sociaal ondernemerschap, waardoor zij zich ook vaak een deel voelen van dat grotere verhaal. Hè. Ik ga een voorbeeld geven, omdat we hadden een dame, een kwetsbare dame, en die had heel veel honden, en de buurtwerking contacteert ons en zegt, die dame heeft wat hulp nodig bij haar dieren. Dus wij gaan met ons jongeren, wij zeggen, kijk, dat is een dame die heeft wat ondersteuning nodig. Dus wij gaan met onze eigen jongeren, die zelf kwetsbaar zijn, eigenlijk hulp bieden aan iemand anders. Mm-hmm. En die dame leert een van die gasten vrij goed kennen en die dame heeft ook ganzen. Dus die jongen die maakt in een ander project een broedmachine voor de ganzeneieren van die dame. En op het moment dat die jongen wordt gehospitaliseerd op jeugdpsychiatrie, gaat die dame, die met moeite het openbaar vervoer kan nemen, gaat die zelfstandig die jongen bezoeken in de psychiatrie. En dat is lokale verankering. De hond is, kijk, dat is, stel dat je de hond uit het verhaal laat en we doen knal hetzelfde, hè? Dan gaat dat ook werken, maar dan missen we een hele belangrijke katalysator. Die hond faciliteert in de eerste instantie al het contact. Wij zetten heel erg in op relatievorming. Maar met maar echt heel kwetsbare jongeren. En die relatie voor, we hebben een heel aantal jongeren die hebben een allergie ontwikkeld voor hulpverlening. Ja. Die hebben al heel wat doorlopen en die geloven daar ook niet meer in. En wij werken altijd via de hond. Ja, heel veel mensen vinden dat. Kijk, ons heel verhaal, dat is een heel mooi verhaal, maar mensen onderschatten dat heel erg. Omdat die zeggen, oh, hondjes en jongeren, en dat wordt allemaal geromantiseerd. Mm-hmm. Dat is, je moet dat niet romantiseren, dat is heel erg theoretisch onderbouwd wat wij doen. Ja. Maar de hond is een gigantische kracht. Zelfs in een kennismakingsgesprek, we hebben dat echt gedaan, kennismakingsgesprekken zonder hond en kennismakingsgesprekken met de hond. En uw kennismakingsgesprek met de hond is echt gewoon, dat heeft veel meer waarde, je haalt daar veel meer uit, zonder het te romantiseren, maar je gaat gewoon, je hoeft niet te vragen wie zij het. Je gaat gewoon over die hond vertellen. Kijk eens, dat is Boris en dat heeft Boris nodig. En je zei sowieso, en hoe heb jij een hond en wat ras is dat? En zo. Dus om bij ons te werken moet je gek zijn van honden natuurlijk. Je moet een zekere passie hebben, maar een passie, dat is één iets. Maar daarnaast ook, ja, daar is echt wel heel veel theorie, hè. Daar is wetenschappelijk heel wat bewijs voor. Hè. Dat is meer als een leuk verhaal. Hè. Ja. Kijk, als je nu kijkt naar maatschappelijke integratie, want dat gaat natuurlijk verder als alleen leren. Hè. Maatschappelijke integratie betekent dat iedereen in de maatschappij een rol kan opnemen. Hè. En wat bij ons zoveel jongeren omschrijven als de meerwaarde voor hen, ze zeiden, we zijn naar jullie doorverwezen met een hulpvraag en we kwamen in een rol waarbij we andere mensen gingen helpen. En sommigen hebben gezegd, ja maar Riet, nu zit ik eens aan de andere kant van de tafel. Hè? Want ik ga nu met mensen in armoede een gesprek aan. Hè? Of ik ga een voedselpakket maken voor iemand, of ik ga op huisbezoek. Ja, je moet dat niet onderschatten voor jongeren die totaal het vertrouwen in zichzelf kwijt zijn en die dan iets kunnen gaan betekenen voor anderen. Dat is gewoon van gigantische waarde. Dat is,